meisjes. Kunnen jullie het opbrengen om even stil te zijn? Ik wil jullie eigenlijk vooral vertellen dat ik ontzettend blij ben dat jullie er allemaal zijn. Want zwemmen is heel erg gezond. Sporten, bewegen is gezond. Het is mooi dat jullie hier zijn. Zwemmen is natuurlijk ook veilig. Als je het water valt en je kunt niet zwemmen, dat is niet best. Het is fijn dat jullie hebben leren zwemmen. En dat je hier ook oefent. Maar zwemmen is een mooie sport. Een sport die ook steeds meer mannelijk tot de verbeelding spreekt. We hebben onze Ranomi Kobe Jojo. Ik had het knap als ik daar even bij spreken. Maar we hebben natuurlijk intussen ook in wezen onze Annelie Worst. Dus landelijk worden we met wedstrijden ook goed meegedaan. We hebben een mooie zwemclub Noord-Veluwe. Dus als je deze dagen de smaak te pakken krijgt, overweeg eens om lid te worden van de zwemclub. Het is een hele mooie sport. Ik loop zo dadelijk die kant op. En dan duik ik het water in. Ik hoop dat ik weer boven kom. Als dat niet zo is, dan reken ik op jullie. Maar dan ga ik op die manier proberen deze zwemvierdaagse te openen. Maar niet dat ik zwemclub en de vrijwilligers complimenten heb gekregen voor de organisatie van dit vaste evenement.